voordeel gegeven. Terecht, want de Emmer kan niet door. De prima bal van Ubbink op Hardenveld. De voorzet heeft wel wat dreiging. Ubbink wellicht die op kan pikken. Door de benen van Hardenveld. En dus Dodeman. Voorzichtige overtreding van Ubbink is niet genoeg om Dodeman te stoppen. Hilteman. Stipalletje, eerste grote kans zou dat kunnen zijn. Maar de hoek werd wat lastig voor Dodeman. Goeie aanval van Willem II. De eerste met serieuze dreiging. Chipje van Besuijen. Schot van ver. Ja, eerste werk voor Smits. Een verrassende poging van Robin Schouten. Zich iets te laat aanbieden. Levert eigenlijk meer veld het balbezit op. Verret. Zoekt de combinatie om uit te kunnen halen. Hij heeft hem lekker liggen en het schot is fraai, maar net naast. Het gaat dan heel makkelijk. Dus ook toch maar in een prima begin van Willem II. Wel wat sterker in de openingsfase. Veld verzand. Bal schiet ook over bij Hoenek heen. En dan is het, zou je zeggen, raak. Het is raak. Besuijen scoort en Emmen leidt. Verre inworp van Hardenveld. Die wordt door heel veel spelers gemist. En waarbij de misser van Sigurd Keijersson eigenlijk beslissend is. Zijn eerste voor Emmen een feit. Hoe reageert Willem II op deze tegenvaller? Een variant. Met een van richting van het schot. Goeie fase van Emmen. Rondje buitenspel voor Hilteman. Vlag blijft omlaag. Nou, dan heeft Hilteman zijn eerste grote kans. Maar heeft hij te veel tijd nodig. En is het uiteindelijk gewoon een doeltrap. Mooie bal van Verret. Oelslegel moet terug. Klaarleggen en uithalen, maar het duurt allemaal net te lang. Dan is het schot te wild. Nummer 1-2 en dit is geen buitenspel. Konings kijkt al, waar komt de rest? Nou, hij kan ook zelf. Hoek wordt wel lastig nu. Ja, te lastig. Het zelf gaan is niet zo onlogisch, maar dan had hij wat meer naar binnen moeten snijden uiteindelijk. Santiago, dat is een aardige slalom. Paasje op Hilterman en recht op de keeper. Geen rebound. Die komt er alsnog voor Verret, maar dan uitstekend gepakt. Zo is daar dan eindelijk een echt serieuze kans voor Willem II. Nou, het zijn er ook meteen twee in één keer. Oelslegel op zijn post. En dan zit de eerste helft erop. En een sterke extra tijd van Willem II. Misschien nog één poging van afstand. Wordt een trage bal op Dodeman die dan voorgeeft. En hij is de serieuze kans. Maar wat een geweldige redding van Oelslegel. Hilterman, het heeft tot in de extra tijd geduurd. Totdat Willem II tot echte kansen kwam. Ja, wat een reflex. Van Oelslegel. Weggekopt door Behunek. Schouten. Geen overtreding. Dan is het 4 tegen 3. En de 4 zijn er dus van Willem II. Verret. Goeie bal dit. Pokila neemt hem niet goed aan. Maar het ingrijpen van Oelslegel is maar net op tijd. Die leek de bal toch al te kunnen onderscheppen. Maar gaf eigenlijk Bokila een soort herkansing. En dit is een hele goede bal van Verret. Schouten, Sigurd Keijersson, hele fijne bal. Maar zo moest het wel. Sigurd Keijersson heel fraai bereikt door Schouten en hij moet hem ineens geven. Het is wel een overtuigende start van Willem II.
Schouten, handig, Bezuijen. Voorzet van Bezuijen, net weggehaald. Hardeveld met Dodeman. Bernadou, goed inspelen, lekker afdrukken. Prima redding van Smits. Geweldige knal. Konings legt klaar, Scholte haalt uit. Hard zat, maar nog net binnen het bereik van de keeper van Willem II. Wink kan door. Pijn is er, maar het voordeel is gegeven. Het is pijn bij twee spelers. Ik denk dat het spel maar even stilgelegd. Want er wordt ook flink gezwaaid. Hè? Het lijkt vrij serieus dit. Santiago. Oef. En dan ook de landing die moeilijk zacht te noemen is. Konings kan niet verder. En er wordt gewoon een klop op. Particek. De kopbal net overgetikt door Ron Schlegel. Bij Hoenek dichtbij. Volgende kopkans en weer Ron Schlegel. Al heeft hij nu niet klem. Weer een kans voor Willem II. Is het dan zo'n avond? Die heb je er af en toe ook tussen zitten. Van die wedstrijden waarbij de kansen groot zijn, maar het zelf allemaal net niet wil. Schouten. Verret vindt wat ruimte. Brouwer. Het balletje aan de andere kant ligt heel veel ruimte. Daar moet je naartoe. Ja, nu ligt de ruimte er al wat minder, want het is gezien door Joosten. Maar dan heeft hij de bal niet. Ja, dan kan het alsnog 2-0 worden. Dan is het 2-0. De invallers, zou je kunnen zeggen, doen het. De ene nummer 17 gaat in de fout. Joosten en de andere, Bradley van Hoeven, scoort zijn eerste van het seizoen. Emmen wint voor de tweede keer op rij. Wint weer met 2-0. En er lijkt een voorzichtige ommekeer gaande in Drenthe. Willem II verliest voor de tweede keer op rij en zal erop hopen en zal er vergaan om zeker niet van een ommekeer sprake te laten zijn. Emoties bij Van Hoeven. De maker van de 2-0. Mooi om te zien